Nu gaat hij regelmatig aan de wandel, want hier in dit deel is geen kroos. En ginter achteraan ligt nog wel wat kroos. Ze hebben momenteel het nest even verlaten, maar op deze plek in Leiden-Noord verzorgde wijkbewoner Bram Pater de afgelopen weken een broedend zwanenvrouwtje en haar kleintjes. Dankzij de zorg van Pater overleefde het zwanengezin nadat het mannetje gewond raakte. Ik loop hier elke dag zo'n beetje langs en ik zie daar dat nest. Hey, dat is ook aardig. En op een gegeven moment kwam er eentje van, joh, hij loopt zo mank dat mannetje. Ik zei, oh, wacht even, dat is niet goed. Dan hebben de ambulance gebeld. Nou, die hebben hem opgehaald. Toen is hij naar Leiden-Dorp gegaan. Nou ja, toen ben ik daar wezen kijken en inderdaad, gebroken poot. Maar wat gebeurde er? Ja, dan heb je een probleem. Dat mannetje is niet meer hier zo. Dus wat heb ik gedaan? Regelmatig hier zo wat takjes afgeknipt allemaal. Wat gras bij elkaar verzameld, zodat ze niet het nest af hoeft. Want ze had 7 eieren. Dus meer dan normaal, want het is meestal tussen 2 en 6 eieren. Maar ze hadden 7. En toen op een gegeven moment kwamen toch die eitjes uit. Maar het was een probleem, want dat mannetje was er dus niet. Ja, hoe ga je dat nou oplossen? Nou ja, gewoon met z'n allen goed in de gaten houden dat er niemand bij komt. Maar ook zorgen dat er niemand, gaat voeren. Want er werd ook brood gevoerd. Ja, en dat kunnen ze absoluut niet hebben. Zeker niet met die lange nekken en zo. Want grote brokken, hele sneeën brood, ja, dat kan gewoon niet. Want ze hebben geen mes en vork om dat klein te snijden. En, dus ja, ik heb dat bordje daar gemaakt. In ieder geval de zwanen niet voeren. Nou, we hebben even uitgezocht en te horen gekregen wat ze dan wel mogen. Nou, dat was dus dat voer. Ze mogen ook groenten, maar dan heel fijn gesneden. Nou, oké, dat is ook geen punt. Die kwam met andijvie, die kwam met spinazie en weet ik veel. Een blikje met dopetjes allemaal. Nou, dat ging gewoon op, s'avonds allemaal. Dus daar hadden we in ieder geval goed aan gedaan. Ja, regelmatig eens informeren. Hoe is het dan met dat mannetje? Want iedereen was nieuwsgierig natuurlijk. Want iedereen kwam hier kijken. Af en toe stond het gewoon te druk hier zo, dat ik ze ook wegstuurde. En het gaat goed, maar het zou toch wel 2,5 week duren. Inmiddels nog 1,5 week, hoop ik, dat hij dan weer terugkomt. En dan maar kijken hoe dat gaat. Ben jij bekend met sociale media richtlijnen van de universiteit? Van de universiteit? Nee. Zijn er richtlijnen? Nee. Je weet niet dat er zulke richtlijnen bestaan? Nee, eigenlijk niet. Hoe wij ons als student of medewerker moeten gedragen op sociale media? Ja, ik begrijp het wel. Want je leeft in verband daarmee. Dus alles wat jij verkeerd doet en alles wat niet door de beugel kan, dat straalt dan ook weer af op de universiteit. Nou, ik vind persoonlijk niet dat de universiteit daar dingen over moet zeggen. Medewerkers misschien, maar dat is denk ik de taak van elk bedrijf of zeg maar elk instituut. Er is nog steeds vrijheid van meningsuiting en dat je zelf wel mag zeggen wat je wilt. Ik vind vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Maar je moet wel respectvol met elkaar omgaan. En in de anonimiteit van social media is dat vaak heel erg lastig, zie ik. Wat kan echt niet op sociale media? Discriminatie naar mensen, naar geloof, naar alles, vind ik gewoon niet kunnen. Ik vind dat je een beetje mening mag uiten ook, maar gewoon met respect naar andere mensen, andere groepen, andere alles. En natuurlijk foto's waarvoor geen toestemming is gegeven. Ja, naaktfoto's natuurlijk, gewoon mensen echt bedreigen, beledigen. U als bijvoorbeeld studenten dingen zeggen die gewoon feitelijk onjuist zijn. En dan zich daarop misschien beroepen als hun zijnde als student. Dus ik studeer dit, dus ik vind dit en dat klopt dan niet. Dat vind ik best, dan mag je ingrijpen als universiteit zijnde. Als je regels maakt, zou je er ook sancties aan moeten verbieden, toch? Ik denk je op het matje roepen. Dus dan moet je naar een kantoor komen en dan uitleggen wat je precies dacht. En ook dat je dat dan ook vervolgens dat je daar verbod op krijgt, dat je dat niet meer kan doen. Nou kijk, het moet wel echt een ernstige overtreding zijn voordat de universiteit pas een sanctie mag geven, denk ik. Maar ik denk, ja, misschien toch wel een soort schorsing of zoiets als het echt erg is. Acht Leidse studenten gaan aankomende woensdag op 2 juni de uitdaging aan om maar liefst 100 kilometer te gaan roeien. Dit doen zij ter ere van een van de langste roeimarathons ter wereld, de Ringvaart Regatta. Minervaan Bas Wolters vertelt waarom ze deze uitdaging aangaan.
Nou, eigenlijk aan het begin van dit jaar, toen dachten we, nou, hoe kunnen we nou met onze jaarclub wat meer ondernemen? En toen bedachten we, nou, we gaan met z'n allen sporten. En dat was eigenlijk gelijktijdig rond de tijd dat we van de overheid weer wat meer mochten doen. Dat we weer in groepsverband mochten sporten, mits je onder de 28 bent volgens mij. Dus toen dachten we, nou, we gaan de ringvaart doen, lekker met z'n allen roeien. En zo zijn we nu hier. En viel dat niet vies tegen? Ja, dat viel eigenlijk behoorlijk tegen. We zijn van niet trainen naar ongeveer 4 tot 5 keer in de week trainen gegaan. Dus dat was wel iets meer dan we gewend waren. En we hebben ook gestopt met alcohol drinken en dergelijke. Dus dat was een behoorlijke uitdaging. Maar we zijn er nu en we hopen het aankomende woensdag tot een mooi eind te brengen. Hoe vaak heb je het al in zich heel afgelegd, die 100 kilometer? Ik heb nog nooit in één keer 100 kilometer geroeid. Wij allemaal niet. Dus we gaan echt de eerste paar kilometers gewoon op conditie doen. En ik denk dat we hem afmaken op karakter, op doorzettingsvermogen. Dat wordt wel een uitdaging, maar het komt goed. We gaan het doen. Jullie doen het niet voor niks? Nee, zeker niet. Hè? Als je dan toch 100 kilometer gaat roeien, dan kan je er beter ook wat goeds mee doen. Dus wij roeien voor een goed doel. Het is Petje Af Den Haag. Het is een stichting die zich inzet voor kinderen om hun kansen wat te vergroten en hun horizon te verbreden. En daar samelen we geld voor in. En dus mocht je nog willen doneren, dan kan dat. Is de eindstreep al bereikt? Nee, de eindstreep is nog niet bereikt. We hebben een doel gezet op ongeveer 1800 euro. En we zitten nu op 1500. Dus donaties zijn sowieso nog van harte welkom. En daarnaast is ons doel van 1800 euro natuurlijk geen maximum. Hè. Hoe meer geld voor de stichting en voor die kinderen in Den Haag, hoe beter. Wie staan er dadelijk langs de kant jullie aan te juichen? Ja, dat is in ieder geval meer mensen dan we verwachten. Je denkt toch, ja, als je zoiets doet, dan wie wil er komen kijken naar iemand die even langs groeit. Maar rechts en links... Tegen iedereen die het vertelt, iedereen is enthousiast, iedereen wil langs de kant staan met een biertje. Dus wat we gaan zien is natuurlijk familie, huisgenoten, clubgenoten en kennissen gewoon die het mooie vinden om even te kijken en langs de kant met een biertje te staan. Wie gaat er het water in nadat jullie de 100 kilometer hebben geroeid? Ja, dat wordt toch wel de heer Quinten van Aalst. Die zit op slag, de nummer 8, dus de allervoorste in de boot. Alles wat er fout gaat, kunnen we lekker op hem afschrijven. En dat gaan we denk ik aan het einde van de ringvaart doen door hem in het water te gooien. Nadat je de eindstreep hebt gehaald, break? Ik denk dat als ik de eindstreep heb gehaald, dat ik nooit meer in een roeiboot zal stappen. Het is leuk voor een keertje, maar ik vind het een erg saaie sport. Eigenlijk de hele tijd één soort techniek of één haal over en over. Ik hou toch iets meer van die techniek sporten of teamsporten. Dus zodra we de eindstreep hebben behaald, gaan we er gewoon een feestje van bouwen. Gaan we eventjes genieten, terugkijken op wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan. En natuurlijk hoeveel geld we eigenlijk hebben opgehaald voor het goede doel. Ja, we gaan vandaag openen dat we het seizoen mogen gaan starten. Maar ook dat het mooie recreatiegebied wordt geopend. Na een rondje te hebben gereden in de stoomtrein, opende de Katwijkse burgemeester Cornelis Visser en wethouders Jacco Knapen en Gerard Mostert donderdag officieel het zomerseizoen bij het Valkenburgse Meer. De afgelopen maanden heeft het gebied een ware metamorfose ondergaan. Burgemeester Visser legt uit wat er allemaal is gebeurd. Er is hier heel veel werk verricht. En het is jammer dat we hebben moeten wachten, want we hebben natuurlijk een enorme crisis achter de rug, de coronacrisis. We hebben allemaal last van gehad, maar ook de musea, ook de horeca. En daarover zijn we regelmatig in overleg geweest om te kijken hoe we dat kunnen overleven. Maar als ik dan hier sta, dan denk ik, de tijd is goed gebruikt. Door iets heel anders neer te zetten, want voorheen was op deze plek alleen een wagon, volgens mij zit hij daar nog verstopt, daarachter, en een terras. En dat is geen vergelijk met wat hier nu weer is neergezet. Dat is inderdaad op de toekomst van deze plek als een hotspot waar heel veel recreanten naartoe zullen komen. En nu is het nog een zandafgraving aan de overkant, maar langzamerhand verdwijnt de zandafgraving en wordt de ruimte ingenomen door de horeca, maar ook zeker door de stoomtrein. Want de stoomtrein die heeft hier een belangrijke plek en dat steunen wij vanuit de gemeente ook van harte dat jullie hier zitten en dat jullie dus een stuk recreatie leveren, maar ook heel veel vrijwilligers hebben waarmee je dit allemaal aan het werk houdt.
Wethouder Knapen zocht voor de upgrade van het gebied de samenwerking in de regio op. Dat is een heel mooi initiatief geweest om de stad met de ommelanden te verbinden, want daar komt dat vandaan. Dus zo hebben we in heel de regio een aantal van die hotspots en die proberen we met elkaar te verbinden. Zodat mensen op de fiets of anderszins zeg maar, langs deze mooie gebieden kunnen. En dit is er natuurlijk een van waar we enorm trots op zijn. En dat is net al genoemd. We hebben het net de burgemeester horen zeggen dat we hier wel van feestjes houden. En zo stond de heer Van der Ham en de heer Klerk volgens mij ook in. Want ja, het is weer de opening van een nieuw seizoen. Dus prachtig. Een feestje. Maar we zijn er nog niet met de feestjes wat mij betreft. Want een van de belangrijkste medewerkers die dit getrokken heeft, het hele project, is Francisco Grant. En hij is nog steeds bezig, want het is nog niet helemaal opgeleverd. Dus hij heeft ook gezegd vanmiddag, hij had hier graag bij geweest, kon helaas niet. Dirk van der Plas, die ook betrokken is vanuit de gemeente, is er wel bij. Maar we gaan dit nog eens een keer natuurlijk overdoen. Om straks na de oplevering er echt even goed aandacht aan te geven. Ook samen met onze partners. Want we zijn met z'n allen trots op dit gebied. En ja, we hopen dat steeds meer mensen hier trots op gaan worden. En ik wens iedereen die hierbij betrokken is heel veel succes in de verdere ontwikkeling. Dank je wel. ZZ Leiden Basketbal heeft donderdagavond de derde wedstrijd op rij gewonnen van Heroes Den Bosch en is daarmee landskampioen geworden. Voor aanvoerder Marijn Ververs een droom die uitkomt. Ja, het is geweldig. In de jeugd ben ik best wel vaak tweede geworden. Om nou een keertje eerste te worden, ja, is, ga je de hele seizoen werken daar naartoe. En als dat werkelijk is, ja, dat is helemaal prachtig. Ik weet niet meer precies welk moment dat was, maar de tweede helft toen we op een gegeven moment, ik weet niet hoeveel, 20 punten ongeveer voor stond, dacht ik wel van, die geven we niet meer uit handen. De wedstrijd eindigde in 90 tegen 74. Worthy de Jong is uitgeroepen tot de beste speler van de playoffs. Hij is trots op het team. Nou, ik denk dat we dat nooit hebben opgegeven. Ik denk dat wij vanaf het moment wel een bepaald gevoel hadden gedurende het seizoen dat dingen mogelijk waren. Dat het team waar we mee speelden het hele seizoen, dat het potentie had. En ik denk dat dit gewoon het resultaat was. Uiteindelijk zijn de puzzelstukjes op het juiste moment in elkaar gevallen. Offensief waren we al het hele jaar best vrijwel krachtig. Maar de puntjes zijn echt op de i gezet op het moment dat de defense beter gingen doen. Ook trainer Geert Hamming benadrukt dat het kampioenschap een teamprestatie is. Ja, vanavond kan ik me niet herinneren dat ik een basket heb gemaakt, een rebound heb gemaakt of een verdedigde stop heb gemaakt. En als ik me heel goed kan herinneren, het hele seizoen niet. Dus het is allemaal de spelers. Maar kampioenschappen heb ik wel vaker gevierd. Dus ik hou dat zo kort mogelijk. Er zal misschien wel een drankje bij zitten. Hopelijk heb bestuur een paar sigaren geregeld, hoort erbij. En dan morgen maar uitslapen, kijken wat er komt. Voorzitter en oprichter van ZZ Leiden, Marcel Verburg, maakt zich zorgen over een mogelijke promotie van het team na het winnen van de landstitel. Ja, nou ja, weet je, ik heb het al vaker gezegd natuurlijk, maar wij gaan ons inschrijven waarschijnlijk toch voor de Champions League, als alles goed gaat. En wij moeten er niet aan denken dat we ons kwalificeren voor de poolfase, want dan moeten we waarschijnlijk nu al de stad uit. En laat staan in de nieuwe hal, dat mogen we ook niet spelen en dat is wel echt, ja, ik vind het een blunder. Verburg doelt op het in zijn ogen te lage aantal zitplaatsen in een nieuw te bouwen sporthal. Ik denk dat het gevoel voor topsport niet echt aanwezig is in Leiden. Althans in het bestuurlijke orgaan. Maar ja, weet je, we hebben het ermee te doen. En het is gewoon jammer dat we niet verder kunnen met onze ambitie. Dat vind ik heel jammer. Na afloop vierden de spelers al een klein feestje op de parkeerplaats bij de 5 mei hal. Zondag zal het team voor alle fans in Leiden te bewonderen zijn. Met twee sloepen varen ze tussen 12 en 2 door de grachten van het centrum.